Hallo mensen! Ja, ik ben weer lekker aan het wandelen, maar ik heb geen hond bij me, want de hond die hoefde niet naar de wc. Je hebt soms van die momenten, dan hoef je gewoon niet naar de wc. En dan ga je ook niet. Mijn hond hoefde niet naar de wc, dus dan gaan we ook niet. Maar ik ben wel aan het wandelen, want het is mooi weer. En ik had geen zin om thuis te zitten. Ik kan wel thuis zitten, maar weet je wat het ook is? Ik doe eventjes mijn camera naar de andere hand. Dat was het. Nee, maar wat het is, als ik thuis ga vloggen, weet je wel, dan zit ik alleen maar thuis en dat is toch ook niet leuk? Ik bedoel, dit is een beetje dynamisch. Dynamisch achtergrond. Oh, ik dacht dat ik bijna iemand ging slaan. Ik hoorde iets wapperen. Goed, ik dacht dat ik bijna iemand... dynamisch. Gisteren zou ik... ben ik naar Chase and Status geweest. Chase and Status. Het is Chase and Status. Leer dat nou eens een keer, man. Chase and Status, daar ben ik geweest. Dat was heel erg vet. Ja. Ik kan niks anders zeggen. Als je niet weet wat Chase and Status... Ik doe weer de camera naar de andere hand. Ik ben vandaag een pussy. Mijn handen die houden het niet lang vol. Dat komt omdat ik naar Chase and Status ben geweest voor de zoveelste keer. Hoe vaak moet ik het nou nog zeggen? Ik ben daar naartoe geweest. Als je het niet kent, zoek het even op. Het is heel vet. Als je het... doe dat. En goed, ik loop nu dus lekker door de polder, want het is mooi weer. En waarom zou ik binnen zitten als het mooi weer is? Wat er ook is, Chase and Status. Cheese. Cheese soufflé. Cheese soufflé, ik zou gisteren, ben ik naar een barbecue geweest. Nee, we hebben gebarbecued gisteren. Dat probeerde ik te zeggen. Gisteren hebben we gebarbecued. Ik zou kaassoufflés op de barbecue doen. Dat is mijn belofte geweest aan jullie. Dat is niet gebeurd. Ik had geen kaassoufflés gekocht. Dan houdt het al gauw op. Ik had een barbecue gekocht. Europese topkwaliteit stond erop. Voor 3 euro was het. Wegwerp barbecue. 3 euro. Het was moeilijk om hem aan te doen. Dus voor Europese topkwaliteit. Beetje jammer. Daar ben ik niet... ik ben helemaal uit... ademloos. Ademloos. Geef je nu... Maar ging dat zo? Hoe ging dat liedje ook alweer? Stil maar weer. Oké, wat het is. Ik heb een nieuw filmpje op mijn hoofdkanaal. Dat gaat over teleurstellingen. Check hem. Ik zet de link, waarschijnlijk staat het nu de hele tijd al in beeld. Dus waar heb ik het over? De link die staat de hele tijd al in beeld. Daar hoef je niet op te klikken. Nee, als je het leuk vindt om te kijken, dan moet je het vooral doen. Maar ik neem aan, als je op een tweede kanaal zit, dat je de filmpjes op dit kanaal... als je op een tweede kanaal zit, dan heb je mijn filmpjes op mijn hoofdkanaal. Heb je ook al gezien. Daar ga ik vanuit. Mijn stem is echt goed weg. Het is, mijn stem, die kan nu heel erg laag. Zonder dat het moeite kost. Ik moet vaker naar feesten. Goed, ik vond het leuk. Mensen, ik heb niks meer te vertellen. Ik heb eigenlijk nooit wat te vertellen. Ik heb nooit wat te vertellen. Maar dat maakt niet uit. Ik vertel toch. Dat is toch gek? Dat is wel zo'n dingetje van dagelijks vloggen. Op een gegeven moment heb je gewoon niks meer te vertellen aan de mensen. Dat is nu. Ik heb nu niks meer te vertellen. Dus nu ga ik stoppen. Mensen, ik vond het heel erg gezellig. Check het filmpje op mijn hoofdkanaal. Geen kaasvlees. Ik ga dat nog wel doen. Wat heb jij? Wat wil jij nog wel eens op de barbecue gooien? Bij mij was het kaasvlees. Dat was het bij jou. Hey, jongens. Ben je lekker aan het vissen? Ja, ik ben ook van Sepp, ja. Hey, kijk eens. Van Sepp. Daar zat ik op voetbal. Ik ben ik wel te zien. Die zon op de achtergrond. Het is mooi geweest. Ik ga het filmpje afsluiten. Filmpje op mijn hoofdkanaal. Kaasvlees. Oh ja, wat wil jij op de barbecue gooien? Is er iets wat jij nog nooit op de barbecue hebt gegooid? Wat jij op de barbecue wil gooien? Laat een reactie achter. En ik zie jullie morgen. Later.